Dit schip is met 205 meter net zo lang als twee voetbalvelden achter elkaar. En met een hoogte van 50 meter net zo hoog als een flatgebouw met 14 verdiepingen. Wow. Blauw uniform, een baret, een haven met een bootje. Bootje? Dit is een schip. Oh, natuurlijk, ja. Schip, een marineschip. Want we zijn bij de Nederlandse marine in Den Helder. En dit is de Karel Doorman. En dat is het grootste marineschip van de Koninklijke Marine. Naar boven? Ja, we gaan aan boord. Oké, aan boord. Tuurlijk. Deze Karel Doorman is heel goed in het vervoeren van heel veel spullen. Het is dan ook het bevoorradingsschip van onze marinevloot. Wanneer wordt het schip nou precies ingezet? Voor oorlogszaken, humanitaire missies zoals de Ebola-missie in West-Afrika en voor oefeningen. Dus jullie gaan echt naar rampgebieden toe? Ja, dat klopt. De brug is het breedste gedeelte van het schip. 32 meter breed en daarmee breder dan het schip zelf. Het steekt aan beide kanten ook een beetje uit. En daarmee kun je niet alleen naar voren kijken, maar ook goed naar achter en naar beneden. Daarboven zitten allerlei radarsystemen die schepen en vliegtuigen op honderden kilometers afstand al kunnen zien. Op het dek kunnen twee enorme helikopters landen. De Karel Doorman heeft het grootste varende ziekenhuis aan boord van de marine met allerlei medische voorzieningen, waaronder een mega grote ziekenboeg. En er zijn zelfs twee operatiekamers. Ongelooflijk. Hier beneden op het schip is ruimte voor heel veel spullen. Boten, maar bijvoorbeeld ook 2 kilometer aan auto's. Hier kunnen ook tanks of helikopters staan of voedsel. De achterklep kan open en op volle zee kunnen hier dan schepen aanmeren om te laden of te lossen. En bij de marine noemen ze dit het strand. Nou wil ik eigenlijk wel weten wie die stoere zeebonk is die het schip bestuurt. Dus kun je me vertellen wie dat is? Ja, dat ben ik. Dat ben jij? Ja, ik ben Marinka en hier aan boord sta ik bekend als wachtsofficier van Koten. Oh ja, van Koten? Ja. Zo, hé. We zijn hier op de brug en vanaf hier wordt het schip bestuurd. We kunnen op alle beeldschermen zien wat er om ons heen gebeurt. En hiermee besturen we het schip. Hiermee? Met dit kleine gevalletje bestuur je zo'n enorm schip? Ja, dat klopt. En dit is jouw werkplek? Ja, dit is mijn werkplek. Ik stippel de route uit en zorg voor het veilig varen van het schip. Marinka is dus verantwoordelijk voor het besturen van dit 205 meter lange vaartuig. Zij loodst het schip op topsnelheid door alle zeeën en oceanen ter wereld en legt hem op de centimeter nauwkeurig aan in de haven. Zo, dan ga ik weer van boord aan wal. Maar wat een geweldig schip. We kunnen met trots zeggen, de Karel Doorman is het grootste marineschip van ons land.